Hier op 5 mei 2015, 70 jaar na de bevrijding van Nederland, wie na de Tweede Wereldoorlog, de dag naar de televisie kijkt en de kranten leest, die ziet dat het de vlaggen van Katwijk, maar ook de vlaggen van onze bond. En u ziet links van mij, en voor degene aan de overkant uw rechts, het trompettenkorps te paard. Nee, van de requisitenverzameling, de requisitencommissie van de Koninklijke Landmacht. Het is naast de zogenaamde GMC. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Gedaan, rijden kinderen op mee van de lagere scholen van Katwijk, Valkenburg en Rensburg. En dit is de thema van het beleid. Ik moet er even bij vermelden dat ook hij veteraan is. We mogen hem een warm applaus geven. Daarna de F-113 met zo'n Rijnmetaal koepel met een polygon kanaal. Ja, van de lagere school van de stad. Lijstje staat zoals voorspeld. Prachtige kleuren beschilderd voor de kinderen van de lagere school. Tweede versie, 6 wielen, 126. Beter bekend als 1 ton. 70 jaar bevrijding. Ze hebben allemaal een feestelijke fakkel in de handen.